Goedemorgen of goedemiddag mag ik eigenlijk al zeggen, want we staan op de grens van 12 uur. De NOS zet weer de uitzending voor, de directe uitzending van voor de kust van Zeebrugge van de operatie rond het gezonken schip van de rederij Townsend Torresen, de Herald of Free Enterprise. Een operatie die vanmorgen om ruim 8:15, om 8:50 is begonnen. Zo dadelijk om 12 uur nemen we de directe uitzending over die de BRT vanaf de kade, vanuit de lucht en vanaf diverse hoge standpunten zoals een vuurtoren zal brengen. Er is ons gevraagd van waarom zenden jullie iets dergelijks nu uit? Wel, we kunnen rustig spreken van een ramp van ongekende omvang. Het heeft dagenlang in het nieuws gestaan. Dat wil zeggen dat het dus een zekere nieuwswaarde heeft. Wat u daar verder ook van mag vinden van dat nieuwswaarde, maar nieuws is nieuws en journalistiek bezien is het dan ook zeker verantwoord om de afloop van deze ramp aan u in de huiskamer te brengen. Zeker daar waar onze collega's van de Belgische televisie dit alles in beeld proberen te brengen. En dit zouden wij u ook graag willen doorgeven. Let wel, het gaat hier om de kanteloperatie rond de Herald of Free Enterprise. We spreken in de wandeling wel van bergingsoperatie, maar vergeet niet dat de eigenlijke berging, dus ook de macabere afloop met de stoffelijke resten, pas begint wanneer het schip recht overeind staat. Althans, nog zo'n 6% held, want dat zal het wel worden. De kanteloperatie proberen wij dus zoveel mogelijk te volgen, want ook dat is toch een uniek staaltje van technisch en menselijk vernuft. Om 12 uur begint de BRT met zijn uitzending vanaf de kade van Zeebrugge. En wij komen daarna weer verder bij u terug met nadere informatie. Over naar de BRT in Zeebrugge. Ja, goeiedag dames en heren, u krijgt andermaal nieuws vanuit Zeebrugge. De kanteloperatie van de Herald of Free Enterprise is nu ruim 3,5 uur aan de gang en verloopt nog altijd volgens plan. Het schip is nu omhoog getrokken tot een helling van ongeveer 75 graden. De top van de bovenbouw is nu al ruim 5 meter van de bodem gelicht. Stilaan komt de voormast van het schip boven water. Dat zien we hier heel duidelijk op dit beeld gemaakt vanuit de helikopter. Een uurtje geleden was er sprake van een olievlek die vrijkwam uit het schip. Ik vraag het onmiddellijk aan meneer Goris van de Unie van Reddings- en Sleepdiensten. Hoe is het daar nu mee met die olievlek? Is dat een tamelijk grote olievlek? Heeft men die onder controle? Het is een schijn op het water. En ik zie hier ook op de beelden dat die boom ervoor gelegd is. Maar volgens mijn assistenten ter plaatse en ook volgens de heer Walenkamp is het minimaal. Dus het is niet ernstig. Is het olie afkomstig uit de tanks van het schip zelf? Het is misschien wat veel om te zeggen dat het uit de vrachtwagens komt, maar het is niet denkbeeldig dat het uit de vrachtwagens komt. We zien dus ook uit heel duidelijk de sliert vertrekken aan het schip inderdaad. Ja. Maar die is dus heel snel zichtbaar. Hè. Dat zijn tenslotte maar enkele microns en dat geeft een schijn op dat water. En dat lijkt dus van veel te zijn, maar dat in werkelijkheid is dat dus niet erg. En men is nu aan het proberen de olie tegen te houden dus? Ja, dit is de olieboom. Door 2 sleepboten opgehouden en die gaat het trachten op te vangen. Ja, ja. Er werd ons ook gezegd dat een mijnenveger van de zeemacht zou proberen met zijn schroeven die olievlek stuk te varen. Ja, dat kan. En ik denk dat het scheepje is dat je tussen die 2 sleepboten in ziet varen, die dat zal proberen. Ook Johan de Poorteren, die zich aan boord van een mijnenveger van de zeemacht bevindt, aan boord van de Krokus, moet daar wel zicht op hebben. Ik zou nu onmiddellijk naar hem willen overschakelen. Johan, hoor je mij? Ja, hier op de Krokus krijgen we nu een heel duidelijk en eigenlijk een heel mooi beeld van wat er zich aan het afspelen is. U ziet heel duidelijk dat die brug van de Herald of Free Enterprise een heel stuk boven water is gekomen. Het weer valt nog altijd prima mee, hoewel het nu wel een beetje aan het regenen is gegaan een paar minuten geleden. We zitten nu 3 uur ongeveer na hoogtij. U zult straks misschien ook zien dat de koppen van de palen
waaraan de trekpontons zich optrekken, boven water zijn gekomen. Er zit ook praktisch geen stroming op dit ogenblik tussen hoog en laag tij. Alles gaat dus prima. Ik ga nog eens eventjes voor de volledigheid Marcel Rutjens aan boord van de Norma oproepen om te vragen hoe ver het staat. Norma voor Crocus. Norma voor Crocus. Norma voor Crocus. Crocus de Norma. Ja, Marcel, Johan de Poortre hier. Hoe hoog is het wrak nu al gelicht? Blikske Johan, ze zijn Marcel gaan halen. Oké, goed, dan probeer ik straks nog eens even. Maar u hebt het zelf kunnen zien dat het werk al een heel stuk gevorderd is, dat de brug een heel stuk boven water is gekomen. Dus u ziet duidelijk dat het is verschillende meters. U ziet daar ook die mast, dat stuk mast. Het is bijna zienderogen aan het bewegen nu. Ik schakel nu maar weer over naar de studio. Straks misschien nog eens proberen met de Norma. Oké, meneer Goris, u hebt daar een heel goed zicht op. U kent dit soort van operaties. Hoe lang zou het nog kunnen duren voor de Herald of Free Enterprise echt overeind komt? Wel, ik denk dat de timing die opgegeven is, dat we die volgen. Ik neem aan dat nu de situatie natuurlijk wel enigszins sneller zal gaan. Het zwaarste gedeelte is praktisch voorbij. Maar ik zou zeggen, we zijn op de tijd die we voorzien hebben. En nog een uur of vier zeker. Mm-hmm. Oké. Okay. Bij ons hier in de studio is ook de gouverneur van West-Vlaanderen, Olivier Van Neste. Meneer Van Neste, voor u is dit de eindfase van een heel drukke periode. Het is juist. Het is begonnen op 6 maart natuurlijk. Hè. Dat is praktisch al 4 weken geleden. Ja. Huh? En je hebt daar fasen in. Hè. De eerste fase is de operaties. De voorzitter, de gouverneur als voorzitter van het crisiscomité, waarin in de grond de man die de operaties coördineert en het rampenplan aanpast aan de concrete situatie. En dan komt de eerste nazorg. Denk aan de families, de stoffelijke overschotten en de verder. En dan komt het crisiscomité, is dan ook weer verder bijeengekomen om gans de regeling te treffen, rond de operatie van vandaag. Want men mag niet vergeten, meneer Van den Bergen, er zijn hier 8 of 9 ministeriële departementen bij betrokken. Ja. En dat moet gestroomlijnd worden, niet waar? Een stroomlijn die niet enkel gebeurt, laten we zeggen, qua doelstelling. Iedereen zijn deel van de operaties. Maar een stroomlijning die ook moet een opeenvolging kunnen kennen in de tijd. U was ook wel een beetje bang voor deze dag, hè? Ook voor het optreden van de pers of voor een bepaald soort van pers die sensatiegericht zouden kunnen werken? Ik vreel dat niet waar? Wij moeten een goede reputatie van ons land bewaren die naar gaande. Maar in deze plaats was ik bekommerd om de operatie zelf. En de Bergers hebben het van de eerste dag gesteld, niet waar, dat wanneer deze operatie doorging, dat zij geen vliegtuigen, nog helikopters wensen te hebben, niet waar, boven de operaties. Omdat dat een radio zou storen en als dusdanig, niet waar, de operatie zelf in het gedrang zou kunnen brengen. Als je dat dan bekijkt op zee, heb je dezelfde moeilijkheid. Niet waar? Er moet prioriteit gegeven worden aan de operaties. En dan voor wat aangaat de strek, dan moet ik u zeggen, niet waar, dat het de veiligheid is van de persmensen zelf die daar in het drang zou kunnen komen. Ja? En dat er dan een zekere zorg is voor waardigheid, dat steek ik niet weg. Ja. Hoe die hele kanteloperatie precies in elkaar zit, willen we u nogmaals duidelijk maken aan de hand van een animatiefilmpje dat we klaar hebben staan. Een animatiefilmpje met commentaar van William van Laken. De Herald of Free Enterprise ligt op zijn bakboordzijde in ongeveer 10 meter water. Zijn boeg wijst in de richting van Zeebrugge. 250 meter zuidwestelijk van het wrak hebben de bergers in de voorbije weken 16 palen in de zeebodem geheid. Het gaat om buizen van 1,40 meter doorsnede, 30 meter lang, die 368 ton per stuk wegen. Ze zitten 16 meter diep in het zand en op elke paal zit een kraaggelast die moet beletten dat de kabels bij het trekken omhoog zouden glijden. Het heien van die palen was een precisiewerk, opgeknapt door de Norma, een vaartuig van de Belgische Tijdelijke Vereniging voor Bergingswerken. Specialisten uit Nederland hebben ondertussen 2 kanteljukken op de romp van de Herald gelast. Die vormen een hefboom voor de trekkabels. 10 zware reactieankers moeten beletten dat het wrak van de Herald zijdelings wegschuift. Bij de bovenbouw van het schip liggen 3 machtige hijsbokken. De algenoemde Belgische Norma,
en de Nederlandse takliften 4 en 6 uit Rotterdam. Samen kunnen die drie drijvende bokken een kracht ontwikkelen van 3200 ton. Aan de andere zijde van het schip liggen de twee trekpontons, de takhief 31 en de takhief 32, elk met een trekvermogen van 3000 ton. Met 16 kabels van 140 meter lengte zijn de trekbakken aan de palen vastgemaakt. De bergers spreken van draden, maar zo'n stalen draad is bijna 10 centimeter dik. De trekkabels die naar het schip lopen zijn nog eens opgesplitst in 32 stroppen die de kracht over de romp verdelen. En zo gaat dan de eigenlijke operatie naar werk. De takhiefs 31 en 32 trekken zichzelf langzaam naar de palen toe. De snelheid bedraagt zo'n 20 centimeter per minuut, zodat de Herald of Free Enterprise langzaam meedraait en recht kantelt. Bergingsspecialisten in Rotterdam hadden vooraf berekend dat 4000 ton trekkracht voldoende zou moeten zijn om de Herald recht te trekken. De trekpontons leveren samen 6000 ton, de hijsbokken 3200, ruim voldoende dus. Alleen niemand weet hoeveel duizenden ton zand door de storm van 28 maart in het wrak zijn terechtgekomen. Terwijl de Herald recht komt, remmen de bokken zijn beweging af. Het schip wordt door de bergingsvaartuigen gestabiliseerd. Maar vooraleer men de romp kan dichtmaken en leegpompen, wil men eerst de lichamen van alle slachtoffers bergen en aan de wal brengen. Oké, dat was een mooi overzichtje van hoe het allemaal in elkaar zit. Meneer de gouverneur, ook na het overeind trekken van de Herald of Free Enterprise gebeurt er nog van alles. Op de eerste plaats een veiligheidsonderzoek. Dan moeten de duikers aan boord om de stoffelijke resten naar buiten te halen. De identificatie van de slachtoffers moet nog gebeuren. Dan moet het wrak worden dichtgemaakt en leeggepompt en drijvend worden gemaakt. Dus dat zijn nog allemaal belangrijke fasen die op het overeind trekken moeten volgen eigenlijk. Ja, en waar zeker nog coördinatie zal nodig zijn, die door mijn ambt zal waargenomen worden tussen diverse ministeriële departementen. Mm-hmm. Landsverdediging, volksgezondheid. Ik denk bijvoorbeeld ook nog niet waar wanneer het schip dan binnengebracht is in de militaire basis hier van de zeemacht. Volgt dan nog natuurlijk het bergen van de stoffelijke overschotten die men niet in open zee zal kunnen uitgehaald hebben of opgehaald kunnen hebben. Het materiaal enzovoort. Eenmaal dat dan het schip is vrijgegeven door de onderzoeksrechter, volgt natuurlijk de fase waar de eigenaar en, laat ons zeggen hier, de commandant ter plaatse deze zaak verder kunnen afhandelen. De identificatie van de slachtoffers gebeurt door specialisten, niet door familieleden. Nee. De eerste fase gebeurt door specialisten. Dus men heeft een dienaangaande enige ervaring reeds opgedaan in het verleden in verschillende landen. De personen die iemand vermist opgeven, vullen 4 bladzijden vragen in. Ja. Gedurende de lijkschouwing, autopsie enzovoort, wordt er ook een vragenlijst ingevuld. Die eerste vragenlijst met kenmerken opgegeven door de familie zit allemaal in de computer. De tweede vragenlijst die opgenomen wordt, niet waar bij de lijkschouwing, gaat ook naar de computer toe. En dat moet de link geven. Mm-hmm. Denkt u dat er nog veel familieleden zullen overkomen ditmaal? Wel, zijn er niet zoveel aangekondigd volgens de gegevens die ik gekregen heb van Townsend Townsend. Oké, nu voor de duikers aan boord gaan, moet er dus een veiligheidsonderzoek worden uitgevoerd. Dat wordt geleid door een toxicoloog van het departement van Volksgezondheid. Ja. Collega William van Laken heeft daar even een stukje reportage met deze man gemaakt. Daar gaan we nu even naar kijken. Gisteravond zagen we voor het eerst blauwachtige vlekken rondom het wrak, wat op vrijgekomen olie zou wijzen. Voor toxicoloog De Blok, die meteen na het rechttrekken aan boord zal gaan, is er echter nog geen reden voor grote bezorgdheid. Wel, in het ergste geval zou deze vervuiling kunnen betekenen een hoeveelheid olie die vrijkomt van, ik heb gehoord in de vorige briefing, van een 50 ton. Nu, die 50 ton die zou alleen maar vrijkomen, moest op een bepaald ogenblik het schip echt midden doorbreken. En de tanks die dus de brandstof bevatten om de boot te doen varen, dus zouden zich in de zee ledigen. Tot hiertoe is er buiten wat olie die links en rechts aan de machines en zo aanwezig is, eigenlijk geen echte olie van dat soort vrijgekomen. Ja, u gaat ook zoeken dus naar de aanwezigheid van eventueel gevaarlijke gassen, chemicaliën. Weet u waar u naar wat u moet zoeken? Wel, en waar?
Wel, toen men ons die opdracht gegeven heeft, heeft men eigenlijk gezegd, kijk, wij kunnen u eigenlijk met een soortgelijk schip dat netjes aan de kade ligt, kunnen we eigenlijk aan u niks tonen, om die eenvoudige reden dat wat daar nu zich heeft plaatsgehad, dat het een chaos heeft veroorzaakt die op grote schaal door ons zal moeten vastgesteld worden. En ik persoonlijk meen dat de bovenste dekken, dus de dek A, B, C en D, dat dus vandaag nog zullen vrijkomen, gewoon door het feit dat dus de ruiten aan de bakboordzijde allemaal stuk zijn, gewoon door de wind voldoende zullen verlucht worden en daar zal zich zeker geen probleem voordoen. Op andere plaatsen wel? Wel, dat moeten we ook afwachten. In die zin, wanneer we zullen beginnen leegpompen en komen aan de dekken waar dus de vrachtwagens zich bevinden, met de wetenschap die we hebben welke lading die vrachtwagens hebben, zullen we uiteraard meer voorzorgsmaatregelen nemen. Welke lading weet u? Wel, wij weten dat er bijvoorbeeld hydroquinone aan boord was. We weten dat er bepaalde gassen die men zelfs tussen aanhalingstekens blauwzuurgassen en zo heeft genoemd. Wel, soortgelijke ladingen zijn uiteraard niet onder die vorm aanwezig, maar zijn wel onder een andere vorm aanwezig. En deze zullen onze bijzondere aandacht hebben. Hetgeen ons als opdracht gegeven is, is ervoor te zorgen dat door de metingen die we dus samen met het Instituut van Hygiëne en Epidemiologie, ook afhankelijk van het ministerie van Volksgezondheid, zullen doen, is gewoon nakijken of die redders gevaarloze omstandigheden en veilige omstandigheden kunnen werken. U moet dus het licht op groen zetten? Wij moeten het licht op groen zetten en we zullen dat proberen zo snel mogelijk te doen, omdat het uiteraard duidelijk is dat die lichamen die daar nu dus al een maand in het koude zeewater liggen, dat die door de temperatuur van dat water nu wel in een bepaalde mate nog geconserveerd zijn, maar vanaf het ogenblik dat deze aan de temperaturen die hier nu eersten blootkomen, dat dus de ontbindingsprocessen zeer snel zullen gaan en dat we uiteraard dan ook identificatie, die onze eerste zorg is op dit ogenblik, ook zullen in gevaar brengen. Tot daar de toxicoloog Dr. De Blok, de man die als eerste naar het overeind trekken van de Herald of Free Enterprise aan boord zal gaan. Voor deze kanteloperatie begon, was er ook veel sprake van de mogelijkheid dat de ranke bovenbouw van het schip zou losscheuren of zou kunnen worden beschadigd als gevolg van de zware trekkracht die erop wordt uitgeoefend. Meneer Goris, is daar nu ook nog sprake van, nu alles toch vlot aan het verlopen is? Het gevaar is minder, het gevaar zal blijven bestaan, maar de positie van de bokken is zodanig op dat voor- en dat achterschip dat feitelijk die bovenbouw er nu met dit systeem kan tussen de stroppen inwentelen. En dat gevaar is veel minder nu. Oké. En de olievlek, hoe denkt u dat gaat evolueren? Ik denk dat die olievlek nooit ernstige afmetingen zal aannemen. Door de manier dat schip rechtgezet wordt, de kracht die erop uitgeoefend wordt op het sterkste van het schip, het onderste van het schip, geloof ik niet dat er sprake kan zijn dat schip kan of zal breken. Er zal natuurlijk altijd, een gezonken schip komt er altijd langs de ventilatie, zwanenhalzen en zo, ventilaties op de tanks, komt er natuurlijk altijd een gedeelte vrij. Maar ik geloof niet, de bunkers die dus helemaal van onder in het schip zitten, in het sterkste van het schip, ik geloof niet dat die er zullen vrijkomen. Mm-hmm. Of heel geleidelijk. Meneer de gouverneur, na de ramp zijn er ook vragen gerezen over de veiligheid van de haven van Zeebrugge. Ja. Blijft daar nog iets van hangen nu, enkele weken na de ramp? Nee. Kijk, die strekdammen zijn bestudeerd geweest in het waterbouwkundig laboratorium. Er zijn modellen gemaakt geworden. Nadien na de uitvoering zijn er continu metingen geweest. Dit stemt allemaal met elkaar overeen. Maar men kan natuurlijk niet vermijden dat na zo'n ongeval een aantal gissingen worden gemaakt. En het is duidelijk dat ik die ook onder de loep heb genomen. Ik heb een lang gesprek gehad met 3 experten. Ja, die hebben aangetoond en ze hebben mij overtuigd dat inderdaad qua veiligheid niks mank loopt in de haven. Zullen we tot besluit van deze extra nieuwsuitzending nog even kijken naar de stand van zaken? Graag een helikopterbeeld. Wij worden hier inderdaad op onze wenken bediend, waarmee we een compleet overzicht krijgen van een kanteloperatie die tot dusver dus helemaal gesmeerd verloopt, helemaal volgens plan. Tot een helling van 75 graden is het schip nu al omhoog getrokken. Wat we op dit close-up beeld van op de vuurtoren op de oostelijke strekdam heel duidelijk zien. Wij gaan een volgende keer in de ether om 13 uur voor een grote rechtstreeks reportage die tenminste een uur zal duren. Tot dan. En dat zal ook gelden voor de Nederlandse kijkers. Wij vervoegen ons om 1300 uur om 1 uur
bij de BRT in Zeebrugge. Maar inmiddels gaan we hier in de studio in Hilversum nog gewoon door, terwijl u de beelden ziet. De heer Geert Kofferman is bergingsinspecteur bij Smit-Tak. We hebben hem al eerder geïntroduceerd in de uitzending, maar voor de kijkers die met name in dit lunchuur hebben ingeschakeld, introduceer ik u nog maar even. Welkom dus. Vlak voor 12 uur hoorde ik iets over puttingen, waar iets mee mis zou kunnen zijn. Wat zijn puttingen? Puttingen zijn eigenlijk de verbindingen die aan het schip gelast zijn om alle stroppen en dergelijke vast te maken. Nou, als je dan een gerucht hoort van puttingen beginnen te scheuren, dan slaat de schrik om je hart. Dus dat zijn die kabels die zijn aan het schip bevestigd, die kabels die dat schip horizontaal weg moeten trekken. Als die gaan scheuren, dan is het mis. Dan zou het goed mis zijn, ja. Want dan kun je eigenlijk overnieuw gaan beginnen. Ja. Ja, er zijn juist 32 van die trekhaken zijn er gemaakt om het gewicht een beetje te verdelen. De trekkracht althans, hè, want anders scheur je gewoon de bovenbouw eraf. Het schip is natuurlijk totaal niet berekend op een operatie als deze, dus vandaar dat het zo uitgebreid is. Wat was er nu gebeurd? Het was niet zo ernstig. Nee, gelukkig niet. De drijvende bokken zelf liggen ook vast aan het schip. Daar zijn ook puttingen voor gelast, kleinere puttingen natuurlijk. En de taklid 4, heb ik begrepen, had één putting waarmee die vast lag, is een beetje gescheurd. Dus dat is totaal geen probleem. Dat maakt niet uit. Dat kan zo verholpen worden. Het is te hopen dat deze hele operatie succesvol voor u is. Vooral daar u vandaag al een andere veer op de hoed hebt kunnen steken, hè? Elders in de wereld. Ja, het is een leuke bijkomstigheid. Ik kreeg net door van het kantoor dat ze een telex hadden ontvangen uit Bombay, waar we met een operatie bezig zijn om een groot booreiland, de DF-83, te lichten. Was die gezonken of gebroken? Eigenlijk was het eiland daar ter plaatse aangekomen, zetten ze poten uit. Die zet hij naar beneden als het ware om het eiland op de poten omhoog te krikken. Toen is een van de poten door de zeebodem heen gezakt, ineens meters. In die Indische Oceaan? Ja, in de Indische Oceaan. Nou, dat was het eiland ook niet op berekend. Die ene poot is geknikt en toen is het hele eiland omgevallen en gezonken op een 65 meter waterdiepte. En dat is een hele operatie geweest. Ik geloof dat we ongeveer 8 weken bezig zijn. Er zijn ook bokken en kraanbakken bij betrokken. En toevallig vanochtend is dat ding boven gehaald en drijvende gemaakt. U ziet er wat van de wereld, hè? Komt u niet net uit Taiwan of zoiets? Ja. Nou ja, we zullen maar niet zeggen waar u allemaal komt en wat u allemaal doet. Maar in ieder geval, als deze tweede operatie van vandaag van de Smit-Tak goed verloopt, dan lijkt me dat toch een bijzonder waardige bijkomstigheid. Niet te zeggen hoofdzaak voor uw bedrijf. We kijken nog even naar de beelden hier op de monitor inmiddels, die de BRT weggeeft. En we hebben dus een kritieke fase achter de rug. Dat was eigenlijk een van de eerste momenten dat schip van onder uit het water, het lag van de bovenkant ook een beetje wat onder water, boven het water uitkwam. Maar er komt nog een tamelijk kritieke fase. Hè. Het gaat nu op dit moment wat geleidelijker. Ja, hij moest natuurlijk die 90 graden overbruggen ook. Dus dat was een hele kritieke fase. We krijgen nog een keer een zwaar moment waar de krachten weer een beetje zullen oplopen. En dat zal waarschijnlijk zijn als het schip zo'n graad of 15 ligt. Precies kun je het niet helemaal berekenen, maar dan ga je het schip tegen het bultje van het zeebed, wat je dus aan het zelf aan het creëren bent op het ogenblik, ga je hem optrekken. Dan moet je hem werkelijk tegen die heuvel recht proberen te trekken. Dus dan zullen de krachten nog een beetje oplopen, ja. Nou, tegen die tijd kunnen we het waarschijnlijk ook nog volgen. Van de Belgen krijgen we overigens het volle pond, zie ik. Zo af en toe beelden van twee camera's tegelijk en door elkaar. Maar goed, de bedoeling is toch duidelijk, wij willen u een groot deel van deze bergingsoperatie, het recht opzetten van de Health of Free Enterprise, laten zien. Maar er is meer aan de hand in de wereld, sterker nog, dicht bij huis. Het is nu 8 minuten voor 12:30. En vanmorgen was er een ontruiming in Amsterdam van een kraakband op het Singel. We schakelen over naar Willem Bemboom. Dit is het Singel in Amsterdam, waar de politie om 9:45 begonnen is met inzet van veel mensen het pand Singel 114 te ontruimen. Een moeizame ontruiming, want de naar schatting 10 krakers die zich in het pand bevinden, geven zich niet zomaar gewonnen. Het pand wordt nu voor de 3e keer door de politie ontruimd. Het is in feite het laatste bolwerk van de Amsterdamse kraakbeweging. 750 man ME worden ingezet om de omgeving tevoren af te zetten. Een operatie die totaal €500.000 gulden kost. Enkele tientallen medestanders van de krakers willen de gracht niet verlaten, waarna enkele korte charges volgen. Eén stenengooier wordt gearresteerd. Ja, houden en kijk naar elkaar, zoek elkaar weer. Hé, hey, aan nou
stadion op. Ja. Personen in Perseel, Singel 114. Hier volgt voor de derde maal de vordering dat u namens de eigenaar het pand dient te verlaten. Toen hier niet op gereageerd werd, gingen een zevental ME'ers het gebouw naast nummer 114 binnen om van daaruit het zwaar gebarricadeerde pand met behulp van motorzagen binnen te dringen. De politie kreeg daarbij een regen van verfbommen en andere projectielen over zich heen. Ook werd er met afgewerkte olie gegooid toen de gereedschappen naar binnen werden gedragen. Even is er de suggestie dat het pand in brand staat, maar het blijken later rookpotten van de krakers te zijn. Buiten is inmiddels wel de afgewerkte olie in brand gestoken. Na anderhalf uur heeft de politie alle etages in handen. Vijf krakers worden aangehouden. Drie journalisten, die ook binnen waren, gaan vrij uit. De politie blijft de rest van de dag massaal paraat in Amsterdam. En dat was het laatste nieuws van die andere operatie in Amsterdam, het ontruimen van een kraakpand aan het Singel. De verslaggever was Willem Bemboom. Een andere verslaggever van ons, van de NOS, zit aan boord van een van de marineschepen rond de Herald of Free Enterprise. Dat is Harmen Roeland. Harmen, goedemiddag. Wat mij betreft zou je kunnen vertellen wat je op dit moment waarneemt en je laatste impressies. Hallo Harmen Roeland. Dat leuke pingeltje, dat horen we ook altijd ergens links of rechts op onze FM-radio. Dat heeft te maken met mobilofoons en dergelijke zaken. Deze verbinding, dat hebben we al eerder gemerkt vanmorgen, loopt niet feilloos. Maar het zou toch prettig zijn om de stem van Harmen Roeland te horen, om de laatste informatie te krijgen vanaf een van de schepen rond de Herald of Free Enterprise. Hallo Harmen. Dag Joop. Ja, goedemiddag. Ik kan het volgende vertellen over de situatie rond de berging van de Herald of Free Enterprise. Wij staan op de voorplecht van het Belgische marineschip Zinia. En op dit moment passeren wij de bergingslocatie op een afstand van ongeveer 300 meter. Hier op de Zinia luisteren wij mee op de VHF. Dat is het werkkanaal, het radioverkeer van de bergers. En rond 12 uur heb ik Gerrit van Wijk, dat is een van de mensen die de bergingsmethode hebben berekend, horen zeggen dat de hele operatie perfect volgens schema verloopt. Het schip had een slagzij van 98 graden. Inmiddels hebben de bergers die slagzij kunnen verminderen tot 72,5 graden. De bergers hebben het schip dus 25,5 graden meer rechtop kunnen zetten. En dat betekent ook dat de meest kritieke fase is. Hier viel de spreker stille. Harmen Roeland aan boord van een van de marineschepen op enkele honderden meters afstand van de veerboot. Meneer Kofferman, ik neem het maar even op waar Harmen Roeland verder werd afgebroken. Het schip is nu van 98 graden naar 72,5 graden gekomen. Kun je dan van een geslaagde gang van zaken spreken? Ja hoor, zover kun je gerust zeggen dat de operatie verloopt zoals gepland. Het gaat erg langzaam, dat weten we. Die snelheid van die trekbakken, dat is erg langzaam. Het moet ook niet snel gaan. Er zijn zoveel krachten mee gemoeid op het ogenblik. Dat moet heel langzaam geleidelijk gaan. Maar 72,5 graden na zeg maar 4 uur operatie, ja, dat ziet er prima uit. Is het niet zo dat af en toe even opgehouden moet worden, bijvoorbeeld om het water weg te laten stromen of om de zaak weer eens opnieuw in te stellen? Nou, eerstens op de trekbakken, dat is een systeem van assen trekken. En die assen moeten achter de machine steeds gedemonteerd worden, anders zouden ze achter de bak in het water verdwijnen. Dus na iedere 8 meter hijsen moet er even gestopt worden om dat te doen. Dat is ook tijd genoeg om het water te laten settelen in het schip zelf. Ja.
Er komt heel wat voor kijken voor deze operatie. Het is een gigantische operatie, als je dat modewoord mag gebruiken. Een reusachtige operatie die hier wordt uitgevoerd voor de kust van Zeebrugge. De kanteloperatie rond de Herald of Free Enterprise. Er is heel wat voorbereiding aan vooraf gegaan en daarover gaat de nu volgende reportage. Met een sleeboot varen we op de reede van Zeebrugge. Nu ruim anderhalve week geleden. De wind uit het zuidwesten is in korte tijd aangewakkerd. Oostende Radio waarschuwt voor storm, kracht 9 à 10. Tijdens de eerste dagen na de ramp hield de zee zich nog betrekkelijk rustig. Maar nu is van een kalme deining geen sprake meer. Een zuidwesten storm zwiept de golven hoog op. 24 uur later is een tweede storm in aantocht. Vanuit het noordwesten stuurt die de Noordzee hoog op in de richting van het kanaal. Daar bij Zeebrugge krijgt het wrak van de Herald of Free Enterprise het zwaar te verduren. Oostende Radio had de bergers al gewaarschuwd voor het naderende zware weer. Ze schuilen nu in de haven van Zeebrugge. Een Belgisch marineschip houdt het wrak in de gaten. Al het bergingsmateriaal ligt werkloos in de haven. Ook de twee grote trekbakken die aan deze in zee geheide palen later vastgemaakt moeten worden. Begin vorige week was de storm geluwd. De drijvende bokken gaan naar buiten. De Herald heeft zich goed gehouden. Het milieuonderzoeksschip van de Belgische marine constateert geen verontreiniging. De veerboot en de deels giftige lading van de vrachtwagens aan boord zijn niet beschadigd. Intussen wordt in Rotterdam, op het hoofdkantoor van Smittak, onafgebroken gewerkt aan de voorbereiding van de bergingsoperatie. De internationale pers is hier bijeen om de technische details te horen. Twee mannen die al jaren bij Smittak werken zijn het grote brein achter de bergingsoperatie van de Herald of Free Enterprise. Het zijn Gerrit van Wijk, links in beeld, en Hans de Rooij. Bij bijna alle grote scheepsrampen van de laatste jaren waren ze betrokken. Ook directieleden van Townsend Torreson wonen de persconferentie bij. Achter vele andere bergingen die we gedaan hebben. Als het weer ons een beetje meezit, dan verwachten wij volgende week, ergens volgende week, maar dat is natuurlijk onvoorspelbaar wanneer dat zal gebeuren. Als er iemand in de zaal aanwezig is die mij het weer voorspelt, dan zeg ik hem welke dag het gaat gebeuren. Kunnen wij zeggen natuurlijk wanneer dat rechtopschippen van het schip gaat plaatsvinden. Maar ten einde ook u met kennis van zaken te laten schrijven, publiceren, oordelen over de gang van zaken tijdens het rechtopzetten, specifiek ten aanzien van de technische aspecten, hebben wij gemeend dat het een goede zaak zou zijn om hier vanmorgen een voordracht te houden hoe wij denken dit technisch te moeten gaan aanpakken. En wij denken toch ook in de berging dat het een technisch hoogstandje is. U moet niet vergeten, het is toch een project van een aantal miljoenen. Wanneer je een dergelijk project aan de wal uitvoert, dan gaat er op zijn minste 6 maanden planning, rekenen, calculeren, tekenen aan vooraf. En eigenlijk is het natuurlijk dat wij zo'n organisatie en zo'n operatie weten te starten eigenlijk binnen 24 uur na afloop van zo'n calamiteit. Nou, daar heb je natuurlijk een aantal mensen voor nodig, die zitten er achter die 4 tafels, waar met name dat jong directeur van Smittak, de heer Gerrit van Wijk, in zonder enige ophef, mag ik zeggen, het brein achter deze hele operatie is. Een man met een meer dan 30-jarige ervaring in het bergingswerken bij Smittak. Direct na het ongeval was bij ons niet meer bekend dan om welk type schip het ging. Het was een veerboot. En de gegevens, de eerste gegevens, die hebben wij opgepikt uit Lloyd's List. Dat is een boek dat is hier op dit kantoor aanwezig, waar de hoofdgegevens van ieder schip in staan. Het schip bleek een lengte te hebben van 126 meter 10, een breedte van 22 meter 70 en een constructieholte van 12 meter 70 en een totale hoogte van 27 meter. Aan de hand van deze globale gegevens kan een inschatting gemaakt worden van het eigen gewicht van het schip en een globale zwaartepuntsligging worden bepaald. Mag ik misschien het volgende plaatje? Ook is van belang te weten in welke waterdiepte het schip ligt, wat de bodemconditie is en hoe het ligt ten opzichte van de naaste omgeving, waarbij te denken aan de belemmeringen voor de scheepsvaart door de bergingsvloot die in de buurt ligt en ook in welke mate kun je gebruik maken van walfaciliteiten zoals een havenhoofd of anderszins om eventueel wat aan vast te maken.
Met de globale gegevens, zoals die op zaterdag 7 maart bekend waren, werd een eerste inschatting gemaakt van de benodigde trekkracht om het schip eerst recht te trekken en daarna te lichten. De rederij die was ons behulpzaam na de bergingsopdracht met het verstrekken van de benodigde scheepsgegevens, zoals de beladingsconditie, het scheepsgewicht, de ligging van het zwaartepunt en de constructiedetails van het schip. Onze Belgische partners in deze, te weten de tijdelijke vereniging Bergingswerken, verschaften ons de benodigde grondgegevens ter plaatse van het wrak en verzorgden het inmeten van het schip ten opzichte van de vaargeul. Zoals bekend ligt het schip op bakboordzijde met 100 graden slagzij en in circa 11 meter waterdiepte, zoals hier op getoond plaatje kunt zien. Het scheepsgewicht dat bleek totaal te bedragen 6.585 ton en het zwaartepunt dat lag op 10 meter en 9 centimeter boven de kiel. Deze gegevens die hebben wij van de rederij beschikbaar gekregen aan de hand van de beladingsconditie. De lading bestaat hoofdzakelijk uit vrachtauto's, trailers, waarvan 600 ton op het E-dek en 500 ton op het G-dek waren geladen. Inclusief bunkers, ballastwater, drinkwater, etc. was de totale waterverplaatsing bij vertrek circa 9000 ton met een zwaartepuntsligging van 10,5 meter boven de kiel. De sterkteberekening was van uitermate belang en het om gewicht van bovenbouw en de juiste verdeling hiervan te weten. En na overleg met de ontwerpers van het schip en ontwerpers van een dergelijk type schip hier in Nederland hebben wij kunnen afschatten wat de gewichten waren van de diverse dekken. De gewichten die waren als volgt, namelijk het A-dek, dus het bovendek, dat is 236 ton. Het B-dek 382 ton, het C-dek 490 ton. En het D- en E-dek 728 ton. En het F- en G-dek, dus dat is hier bij elkaar, 1800 ton. En dan blijft er voor de romp en de machinekamer een bedrag over van bijna 3000 ton. Als we dat bij elkaar optellen, dan komen we weer aan het totale scheepsgewicht van 6585 ton. En uiteraard diende bij deze gewichten met hun respectievelijke zwaartepunten ook weer het totaal zwaartepunt te kloppen. Dus terugkomend op de sterkte van de bovenbouw werd berekend dat voldoende sterkte ter plaatse van de aansluiting E-dek naar beneden aanwezig was om het gewicht van de bovenbouw, wat in dit geval ruim 1800 ton is, met daarin nog 600 ton lading, naar de dekken daaronder te kunnen afdragen. Deze sterkte die werd aan de hand van berekening en het slingergedrag van het schip getoetst. Namelijk aan de hand van een slingerbedrag is iets te zeggen over de versnellingskrachten. Die bleken voor dit schip onder redelijk extreme condities bijna 19 g te bedragen. Na vele berekeningen en het afwegen van de diverse alternatieven, zoals het aanbrengen van kantelbomen, wat echter niet haalbaar is vanwege de lokaal grote puntlasten die optreden, wat ook weer niet weggebracht kan worden in de constructie van dit schip. De bovenbouw bijvoorbeeld bestaat uit 6 mm plaatdikte en de rijdekken zijn 10 mm en de stringerplaat, dus de bovenberghoutsgang, 13,5 mm. Was dat geen haalbaar alternatief? Ook een alternatief is nog geweest eventueel het graven van een geul langs de vlakzijde. Ook dit werd afgewezen vanwege het feit dat het schip na het rechtzetten dan veel te diep zou komen te liggen om in de tweede fase van de operatie een verdere berging mogelijk te maken. Hoe wordt volgende week de Herald of Free Enterprise gekanteld en hoe voorkomt u dat die veerboot uit elkaar wordt getrokken? Het kantelen zal als volgt plaatsvinden door middel van het aanbrengen van 2 trekbakken hier die elk in staat zijn 3000 ton te trekken met stroppen naar de huid op diverse punten bevestigd om de krachten zoveel mogelijk te verspreiden. Om die bakken in positie te houden zijn hier 16 palen geheid in de grond 17 meter diep om te zorgen dat die bakken natuurlijk niet naar het schip gaan, maar dat het schip omhoog komt naar de bakken. Omdat die krachten vrij groot zijn en dat we onmiddellijk een kantelend moment erin willen brengen, zijn tevens 3 zware bokken aangebracht. De taklift 1 en de taklift 6 van Smit Tak en de Norma van de Tijdelijke Vereniging van Bergingswerken. Om tevens gelijk met die bakken een kantelend moment uit te oefenen
hier naar boven toe, zodat het schip zo snel mogelijk naar boven komt. U weet, wij werken op een no-Q en no-P basis en het is natuurlijk ons alles eraan gelegen om dit werk zo snel mogelijk te doen, want hoe langer het duurt, des te meer kosten hebben wij en dat trachten we natuurlijk te vermijden. Het kantelen van de veerboot moet gebeuren in goed weer, maar als u nu met dat karwei bezig bent en het weer slaat plotseling om in slecht voorjaarsweer, kunt u dan met het kantelen doorgaan? Wanneer die kanteloperatie is aangevangen, dan is er geen weg terug. Wij zullen dus terdege contact houden met het KNMI, ten einde een voorspelling te krijgen waardoor wij een aantal dagen, of waarin wij een aantal dagen goed weer hebben. En we zullen zeker niet met deze operatie aanvangen wanneer bijvoorbeeld de windverwachting noordwest 6 is. Een belangrijk punt namelijk waarom we ook niet terug kunnen gaan, dat is zodra dat kantelende moment erin zit, dan moeten we doorgaan. Omdat het uitermate belangrijk is wanneer het schip wil kantelen dat we doorgaan. Omdat we anders bang zijn dat het schip naar ons toe komt. En daartoe zijn er ook nog eens, behalve al het materiaal wat in positie ligt hier, ankers aangebracht waarvan de draden zo rondom het schip lopen naar ankers toe. En dat is hier 5 ankers aan de voorkant, 5 ankers hier aan de achterkant. Om met behulp van 2000 ton dat schip op zijn positie te houden, zodat het niet naar ons toe komt, maar onmiddellijk gaat kantelen. Maar ondanks al het rekenwerk en ondanks alle voorzorgsmaatregelen, wat kan er nog allemaal misgaan? Er kunnen diverse dingen misgaan. We hebben, zoals ik zei, met specifiek voor heipalen gekozen om zoveel mogelijk zeker te zijn dat die bakken in positie blijven wanneer we die krachten op gaan uitoefenen. Er zou natuurlijk een paal kunnen breken. Dat is ook de reden waarom we niet voor ankers gekozen hebben, omdat het risico groter is. De bokken zijn nogal onderhevig aan deining. Wanneer je hier bewegingen hebt aan de oppervlakte, dan worden die bewegingen hier vergroot doorgezet in de top van de bok. Dat betekent allemaal extra krachten op die stroppen. De grootste risico dat we natuurlijk lopen is het weer. En daardoor kan toch allerlei dingen zouden fout kunnen gaan. Maar door de inzet van een enorme hoeveelheid materiaal verwachten wij het toch tot een goed einde te kunnen brengen. Is Mintak ook verantwoordelijk voor het bergen van de lijken? Nee, dat is Mintak in eerste instantie is verantwoordelijk voor de berging van het schip. Er zijn diverse besprekingen geweest met de autoriteiten. En tijdens die kantelfase, wanneer bepaalde delen steeds van het schip boven water zullen komen, dan zal in goede samenhang met de autoriteiten, de Engelse en de Belgische, de stoffelijke overschotten geborgen worden door de autoriteiten van de desbetreffende twee landen. Wat voor een berging is dit nu voor Mintak? Ik wil niet zeggen dat het een routineberging is, gezien de hoeveelheid materiaal die we hier toch moeten inzetten. Aan de andere kant is het natuurlijk een bepaald risico. Je ligt in de winterdag, je ligt op de Noordzee. Je bent onderhevig aan stormen. Er moet vrij veel materiaal ingezet worden. En de no-Q en no-P basis is natuurlijk een belangrijk iets. Dat wanneer het ons niet zou lukken, dat we geen geld krijgen. Maar langzaam maar zeker vordert het werk voor de haven van Zeebrugge. Dit zijn de beelden op dit moment. En meneer Offerman, als we nu even naar de situatie kijken, uw directeur heeft het zojuist al uitgelegd op papier, maar nu zien we in de praktijk hoe een en ander in elkaar steekt. U kunt misschien even aangeven welke deze drie schepen zijn. Dat is één. Het middelste schip, dat is duidelijk. Dat is het slachtoffer, zal ik maar zeggen. En welke twee schepen we daarboven zien. Ja, okay. We praten hier dus over de zogezegde trekbakken. Bakken die beide 3000 ton kunnen trekken. En waar dus aan deze kant, de voorkant van de bak, de draden zijn verbonden die naar de palen toe lopen. Die we net op de tekening hebben kunnen zien. Van deze kant af, de achterkant van de bak af, als het ware, zijn stroppen, draden, dus staaldraden, verbonden met het schip. Die zijn hier vastgemaakt aan puttingen die daar speciaal voor op sterke punten van het schip zijn gelast. Dan hebben we hier de taklift 6 en de taklift 4, de twee buitenste bokken. Die lopen vanuit de takels en vanaf dek met draden onder het schip door. En komen ook weer aan deze kant van, van de veerboot vastgemaakt om wel de draaiende werking mee te helpen, maar tevens te zorgen dat het schip zoveel mogelijk op de plaats blijft liggen. Dan hebben we tevens voor en achter ook nog puttingen liggen met draden onder het schip door. En die lopen als het ware naast en onder de bokken door naar ankers die ook moeten zorgen dat het schip in dezelfde positie blijft tijdens de draaioperatie. Ja, dus die twee platforms links in beeld, die zorgen eigenlijk voor de horizontale trekkracht. Maar om te zorgen dat die platforms niet met het schip, met de ferry op de loop gaan, zijn deze drie drijvende bokken die moeten zorgen dat het schip op zijn plaats blijft. Want anders zou het ook een hele hoop zand moeten gaan meeslepen. Iets wat je waarschijnlijk toch al krijgt in de laatste fase. Ja, we noemen dat een beetje het schip moet draaien in zijn eigen bed.
Met andere woorden, inderdaad, niet helemaal tegen die heuvel op gaan trekken. Tenminste, zo weinig mogelijk die je zelf aan het creëren bent door het schip te draaien. Natuurlijk, aan het eind van de operatie krijgen we dat toch wel een klein beetje. Het is niet helemaal te vermijden, maar dit is wel het systeem. Ja. Linksonder bijvoorbeeld zien we een van de schepen eromheen. En op een van die schepen om de eigenlijke operatie heen zit Harmen Roeland. Harmen Roeland, vertel maar even het laatste wat je daar meemaakt. Joop, op dit moment is er duidelijk iets misgegaan bij de berging van de Herald of Free Enterprise. Wij zitten nu op een afstand van ongeveer 200 meter en wij zien hoe de drijvende bok Norma, de Belgische drijvende bok, de kleinste van de drie, op dit moment achteruit vaart. De kabelverbindingen met het wrak zijn losgemaakt. Een half uur daarvoor hebben we via de VHF-portofoon gehoord hoe de bergers ontdekten dat een deel van de brug ontzet was. Een deel van de brug en wel de stuurboordbrugvleugel, dat is de vleugel aan de rechterzijde, die was een halve centimeter ontzet. Dat duidt erop dat de verdeling van de trekkrachten niet in orde was. Wij hoorden via de portofoon ook de bergingsleiders met elkaar de zaak bespreken en ook de conclusie trekken dat ze op dat moment niet wisten wat de precieze oorzaak was. De bergers hebben kennelijk nu besloten om de Norma weg te halen. Andere bergingsschepen varen op dit moment in de richting van de plek waar de Norma eerst heeft gelegen. Verder heb ik de indruk dat het weer slechter wordt. De wind neemt toe. Het gaat steeds harder regenen. Het wordt kouder. En daarmee wil ik het voorlopig laten, Joop van Zijl. Vanaf de Zinia op de Noordzee terug naar Hilversum. Dat was Harmen Roeland met niet al te opgewekte berichten. Mijn gesprekspartner, de heer Kofferman, die heeft zich even naar de telefoon begeven om een en ander te verifiëren en te kijken wat er precies aan de hand is in technische zin. Want nu die Norma, die middelste drijvende bok, de Belgische bok, zal ik maar zeggen, achteruit is gegaan en zich heeft losgemaakt, betekent dat het schip verticaal alleen nog gereguleerd wordt door de twee taklifts, de twee grote drijvende bokken van Smit-Tak. En of dat voldoende is, kan ik zo 1, 2, 3 niet beoordelen. Over het algemeen is er een meerwaarde aan trekkracht dan in feite nodig is. Dat hebt u in deze uitzending al diverse keren gehoord. Maar of dit voldoende is en sterker nog wat de reden is van het terugtrekken van de Norma, dat is op dit moment mij niet bekend. We hopen u daar binnen enkele ogenblikken uitsluitsel over te geven. Wij hebben het u al eerder verteld, wij zijn bezig met een verslag van de kanteloperatie, een onderdeel van de totale bergingsoperatie van de Herald of Free Enterprise. Later, wanneer het schip, en dat hopen we maar vurig, recht overeind zal komen te staan, na 6 of 8 uur, dan zal begonnen worden met het bergen van de lijken van de slachtoffers van deze ramp. Een getal dat zou kunnen variëren, inclusief de 61 die al geborgen zijn, van 74 tot meer dan 100. En dan, wat dan volgt, is de schadeafwerking en die is zeer ingewikkeld, want het maritiem recht is zeer ingewikkeld. Het zeerecht, datgene wat er op zee en rond de zee en op de zee gebeurt. Het gaat niet alleen in dit geval om reizigers, in de zin van de zogenaamde conventie van Athene, maar het gaat ook om vrachtwagenchauffeurs die een andere status hebben dan reizigers. En het gaat ook om vracht en het gaat om het schip zelf. En bovendien zijn in alle landen op dit moment het zeerecht anders in elkaar. En bovendien is de verzekering en verzekeringsvoorwaarden en de condities van andere aard. We kunnen misschien nog even kijken naar beelden uit Oostende, zoals de BRT die doorgeeft, met op de voorgrond een...
Wij zijn nog even in afwachting wat de heer Kofferman, de bergingsinspecteur van Smit-Tak, ons zo dadelijk zal vertellen. Naar aanleiding van datgene wat wij hoorden van onze collega Harmen Roeland. In afwachting daarvan schakelen we over naar onze eigen camera in Zeebrugge, naar Joop van Os. Naast mij staat de heer Goris, hij is van de Belgische Unie van Redding en Sleepdiensten. Meneer Goris, wij zijn erg benieuwd naar één belangrijk punt dat we misschien al hebben gehad, maar misschien nog moeten krijgen. Het kritische punt in deze operatie. Wanneer is het risico het grootst? Wel, ik denk dat dat voorbij is. Ik denk dat dat voorbij is omdat dus het schip lag meer dan 90 graden gekanteld. Hij lag dus meer dan plat. En de krachten die dan op dat ogenblik om hem over die 90 graden te krijgen en hem bijvoorbeeld tot 80, 75, dan zijn de krachten het grootste. Dat wil niet zeggen, maar nu is het bergaf. Nu is het bergaf. Er zijn andere gevaren. Uitstekende delen kunnen onder de bokken komen. Moet volledig gecontroleerd worden. De bokken komen een beetje meer in het gevaar. Maar de krachten van de schipper recht te zetten, verminderen, het is bergaf nu. Wij hebben steeds de indruk gekregen dat de bakken, de trekbakken, eigenlijk niet eens zo'n verschrikkelijk grote rol hebben gespeeld, maar dat het meer op die grote bokken aankwam. Ja, dat is juist. De bokken hebben hier kolossaal werk verricht en de bakken hebben die beweging opgevolgd en hebben feitelijk niet zo geweldig zwaar belast geweest. Maar dat was ook van het begin geweten. Hè. Het was ook van het begin geweten dat er is kracht te veel. Hè. Er is kracht te veel en er moest feitelijk voorzichtig met die grote kracht gewerkt worden. Ja. En dat is dus tot nu toe is dat gebeurd. Die bovenbouw die zoveel zorgen baarde. U zei we hebben het ernstig gehad, het gaat nu dus bergaf. Wat is het grote risico dan van de bovenbouw nu nog? Ik geloof dat het de middenste bok, de Belgische bok, die staat recht op de zij van het schip. En die zou bijvoorbeeld een beschadiging hebben kunnen teweegbrengen. Maar de Nederlandse bokken, de twee Hollandse bokken, staan aan de twee kanten buiten de bovenbouw. We staan helemaal op voor- en achterschip. Dus in het systeem dat hier is toegepast met de bakken, met de trekbakken en de positie van de bokken, is het gevaar voor het bovenschip, voor die schoendoos die er bovenop staat, niet zo geweldig geweest. Geweken. Als u nou denkt aan de inhoud van het schip en die het evenwicht van het schip geweldig verstoord heeft en ook zal blijven doen de eerste komende tijd, wat is er dan nu nog voor kracht nodig zometeen om dat schip voorlopig recht te houden? Moeten dat die bokken doen? Moeten dat die grote trekbakken doen? De trekbakken liggen niet opgesteld om het schip feitelijk dus recht te houden. Als je wilt gaan recht houden, dan moeten de trekbakken aan iedere kant moet er een komen liggen. Op het ogenblik liggen die dus voor het schip terechte. Er zal natuurlijk dus getracht worden van het schip een kleine slag zijn op bakboord, naar bakboord naar links te doen behouden. Omdat als hem over het verticale gaat, dan valt hij natuurlijk aan de andere kant. Want uiteindelijk is het nu een onstabiel schip. Ondanks dat het dus voordat dat allemaal gebeurde een stabiel schip is. Is dat nu een onstabiel schip en als hij dus over het verticale gaat, dan valt hij gewoon aan de andere kant. Dus hij moet recht, maar niet volledig recht. En dan kunnen natuurlijk het bestaande apparatuur die er nu rond ligt, die kunnen hem dan helpen en om hem zo te houden. Als ik nu als leek denk wat een windkracht 6 à 7 zou kunnen gaan veroorzaken als u hem boven water hebt en hij hangt daar, wat zegt u dan? Dat zou ik niet gezellig vinden. Ik zou dat liever niet hebben. Het weer is van in het begin is een vijand geweest. En we mogen zeggen dat we heel veel geluk hebben gehad. Maar wat betekent het als u zegt dat zou ik niet gezellig vinden? Nou, ik geloof nou niet dat hem er zal van omgaan. Ja. Maar met zware zeeën en met zware wind uit het noordwesten gaan we nog zwaar beschadigingen aan dat schip kunnen hebben. Want we mogen niet vergeten, er is met veel moeite en veel energie dat schip nou rechtgezet. Maar nou is het nog altijd een gezonken schip. Nou begint veilig de berging van een gezonken schip. Dank u wel. Het weer zou eigenlijk nog een beetje moeten goed blijven. Laten we erop houden. Joop van Os in gesprek met de heer Goris van de Unie van Reddings- en Sleepdiensten, URS, Belgische Unie, de tegenhanger van Smit-Tak zou je kunnen zeggen, waarvan zojuist de Norma blijkbaar zich met zijn handen, als je dat zo mag zeggen, van het schip heeft afgetrokken. De Norma, de middelste drijvende bok van de Belgen, die is van het schip losgegaan. Dat heeft Harmen Roeland ons zojuist gemeld. En hier in de studio vragen we dan aan Geert Kofferman, de bergingsinspecteur van Smit-Tak. Is dat een fatale ontwikkeling of hoort het op dit moment? Nee, gelukkig is het een ontwikkeling die helemaal in de operatie past. Het was zo, de Norma lag in de midden. Ja, hier zien we dat duidelijk. Dat midden gat van het wrak, ja. Was daar verbonden aan de opbouw van het schip, zogezegd.
De stroppen begonnen op een gegeven moment, omdat het schip recht komt, begonnen de stroppen steken te staan. En dat wil zeggen dat dan eigenlijk de krachten niet meer benut kunnen worden van deze bok. Dus wacht, stekend, wat is dat? Stekend wil eigenlijk zeggen, een bok moet natuurlijk verticaal, de stroppen moeten verticaal staan. Als de stroppen stekend gaan staan, dat wil zeggen uit gaan staan, betekent dat dat je... Een beetje scheef komen te hangen, noem ik het maar even. Ja? Dan kan je niet meer maximaal trekken. Dus men heeft gevierd, men heeft uitgesloten en de bok is er tussenuit vandaan gehaald. Maar heeft dat gevolgen voor die bovenbouw? Want die middels drijvende bok van de Belgen, die Norma, die was speciaal om de bovenbouw, de opbouw van het schip, om dat ook gelijkmatig mee te nemen. Nou, we zijn over dat kritieke fase eigenlijk een beetje heen. 90 graden ligt natuurlijk het gewicht van die accommodatie, die hele opbouw hangt het zwaarst. Kijk, hier in het midden zien we op een vastgelegd beeld die Norma nog liggen. Ja, nou, nu we dus al zover door het 90 graden punt heen zijn, vermindert het wicht, het hangend wicht van de opbouw eigenlijk. En vandaar dat we dat ook totaal niet missen. We hebben ook gelukkig alles kunnen weten te voorkomen dat er geen schade is gemaakt. Extra schade aan de accommodatie en aan de opbouw. Dus het is helemaal volgens plan. Ja, nu was er sprake van, en dat is op het beeld ook wel een beetje te zien wellicht, of het moet erg heilig zijn, dat de weersomstandigheden wat slechter worden. Ja, het gaat wat dat gaat niet helemaal zoals we hopen, maar tot nu toe hebben we er nog weinig last van. Maar bij echt slecht weer kun je een dergelijke operatie niet doen, is al gebleken. Nee, wanneer het echt te veel wind, te veel zeegang natuurlijk krijg je dan kan je het wel vergeten. Maar we zijn natuurlijk constant gedurende de afgelopen weken met het KNMI in verbinding geweest. Die hebben speciale weerkaarten voor ons gemaakt en weersvoorspellingen voor langdurig. Dus we zijn nu begonnen aan een operatie waarvan we wel denken dat we het voor het weer in ieder geval door kunnen gaan. Ja, maar mijn ervaring met weersvoorspellingen op langere termijn bij het journaal is dat het ook vaak niet klopt. En niet de schuld aan de KNMI dan alleen, maar het is zo dat vlak bij onze kust nu eenmaal onvoorspelbare situaties kunnen heersen. Ja, dit is zonder meer een feit. Je kan er nooit 100% van uitgaan, maar toch moeten we dat met vertrouwen dan maar een keer aanvaarden. Ik ga weer eens even half uit het beeld, want hier gaat een telefoon. Hallo, hier de studio in Hilversum. Harmen Roeland. Harmen, je bent op dit moment in de uitzending. Het is 1:04. Kun je nog een korte impressie geven? We weten inmiddels waarom of de Norma is weggehaald. Maar vertel jij je verhaal maar. Job, ik heb zojuist gehoord dat het schip op dit moment een slagzee maakt van 54 graden. De bergers hebben dus ongeveer 56 graden overwonnen. Je kunt nu beide schoorstenen zien. Je kunt de brug zien. De mast waarop de radar en de satellietnavigatie is geplaatst is zichtbaar. En verder hebben we ook zojuist gehoord dat het gedeelte dat 4 weken lang op de zeebodem heeft gelegen, dat de ronding aan bakboordzijde geheel intact is. En daar werd via de portofoons enthousiast op gereageerd door de bergers. De Norma zoekt op dit moment een andere positie. Het is nog niet duidelijk waar die drijvende bok naartoe gaat. En verder zien we op dit moment ook hoe als alpinisten de bergers tegen de schuine scheepswand opklimmen. Er zijn kabels en lijnen gespannen. En de bergers laten zich met kleine rubberbootjes vervoeren naar de kiel van het schip. Daar pakken ze de lijnen vast. Aan hun schoenen hebben ze zuignap bevestigd, waardoor ze in staat zijn tegen de spiegelgladde scheepswand te lopen. Wat mij betreft tot zover vanaf de Noordzee terug naar Hilversum. Dat was Harmen Roeland met zijn laatste impressies van direct rondom het schip. En meneer Kofferman, ja, alles gaat naar wens blijkbaar. Er wordt al flink geklauterd rond het schip. Ja, het gaat zeer naar wens. Eén ding misschien, we gaan iets langzamer dan dat we gepland hadden. We doen dit eigenlijk een klein beetje met reden. We hebben vanmorgen in het begin een beetje gezien dat het zeebed toch wel bewoog. En we willen het eigenlijk een klein beetje voorkomen. Als het zeebed eigenlijk blijft zoals het nu is, dan trekken we toch dat schip, zoals ik net al vertelde, een klein beetje tegen een heuvel op. Maar dat betekent ook aan de andere kant dat het schip dan iets hoger komt, boven water uit te steken zogezegd, als dat we het zeebed dusdanig gaan verstoren dat je het wegblaast als het ware. Nou, als het schip een beetje hoger ligt dan dat we eigenlijk van tevoren hadden kunnen plannen, dan betekent dat makkelijker uitpompen en eerder
aan de volgende operatie beginnen. Dus wat dat gaat, het langzamer heeft tot ogenblik een doel. Het zeebed, voor alle duidelijkheid, dat is de bodem van de zee. Ja, bodem van de zee. En die ophopingen die daar kunnen komen, dat is het zand wat nog een beetje meeschuift en wat er tegenaan is gekomen in de loop van deze week. Er is natuurlijk door de stroming en dergelijke, was er al een soort heuveltje gecreëerd naast het schip. En door het kantelen begrijpt u dat hele gewicht er ligt op dat zeebodem, op die zeebodem. Dus je bent wel wat aan het doen. Maar die heuvel die proberen we nu een klein beetje te benutten om hem dan toch daar tegenop te trekken. Waar gaat die Norma nu naartoe? Die blijft in ieder geval in de buurt om assisterende dingen te doen. As troppen vernieuwen en dergelijke. Hij kan overal eigenlijk voor ingezet worden op het ogenblik. Ja, dus wat u betreft kunnen we nu tegen 1 uur tevreden zijn over datgene wat er plaatsvindt. Ik denk dat we op het ogenblik heel tevreden mogen zijn, ja. Goed, dank u wel op dit moment. We zijn hier in de studio van de NOS met de heer Kofferman. Hij is bergingsinspecteur van Smit-Tak. En als zodanig bij veel bergingen betrokken. En wij komen ongetwijfeld nog met hem terug in deze uitzending. En wellicht met een van onze andere gasten. Maar het loopt nu tegen ene. En het is de bedoeling dat de Belgische radio en televisie, de BRT, nu een grote round-up gaat geven. Een grote samenvatting van datgene wat gebeurd is en wat nog staat te gebeuren. En daartoe schakelen we over naar onze collega's op de kade van Zeebrugge in België. Langzaam wordt overeind getrokken door die machtige kranen die u daar ziet liggen en de trekpontons aan de kant van de romp. De operatie is officieel van start gegaan om 7:40 vanmorgen, is nu dus ruim 4,5 uur aan de gang en het verloopt uitstekend, eigenlijk probleemloos. Op dit moment is het wrak al opgetrokken tot een helling van ongeveer 56 graden. De derde hijskraan die er vanmorgen tussen lag, de Norma, een hijskraan van de Belgische firma, de tijdelijke vereniging Bergingswerken, is er van tussen genomen. Is er niet meer bij nodig, zo vlot gaat het. Om even het verschil duidelijk te maken met vanochtend 8 uur, hebben we wat beelden op een rijtje gezet. Vanaf 8 uur hebben we geregeld een printje gemaakt om u duidelijk te maken hoe de operatie opgeschoten is. Zo ziet u al wat de stand was om 9:45. Om 10:45. Het is dus zeer gestadig gegaan en het zijn vooral de hijsbokken geweest die het grote werk hebben verricht. Niet zozeer de trekpontons aan de andere kant. Bij ons in de studio hebben we sinds vanmorgen 2 deskundigen ter zake. De heer Goris van de Unie van Reddings- en Sleepdiensten, een van de Belgische firma's die betrokken zijn bij deze bergingsoperatie. En meneer Minnebo, een journalist, gespecialiseerd in zeevaartaangelegenheden. Het verloopt inderdaad dus volgens plan eigenlijk. Hè, volgens plan, ja. Volledig volgens plan, gelukkig. Ja. Hoeveel tijd zou de operatie vanaf nu nog kunnen in beslag nemen? Ik denk dat het nu wel een beetje zal versnellen. We zijn de krachten op het schip verminderen. Voor hetzelfde resultaat te krijgen, voor bijvoorbeeld 5 graden verder te gaan, is er minder kracht nodig dan toen hij helemaal plat lag. Zo, dus, maar ik denk toch wel, toch nog wel 1 uur of 3, denk ik. Uh-huh. Had u ook verwacht dat het vooral de hijskranen zouden zijn die het werk zouden doen? Ik had dat gedeeltelijk verwacht, omdat de hijskranen feitelijk sneller kunnen werken dan de pontons. En de hijskranen hebben dus altijd een beetje voorgelopen en
De pontons nemen dan de kracht erachteraan, volgen die kracht op. Het zijn inderdaad machtige tuigen, hè? Die taklift 4 en taklift 6 die we daar zien liggen. Materiaal van de Rotterdamse bergingsfirma Smit Tak. Ik moet zeggen dat ik een groot respect heb voor dat materiaal. Ik heb groot respect voor die mensen. Voor ik weet wat er achter de schermen allemaal gebeurd is. Ik weet de inzet, ik ken die mensen veel. Veel ken ik ervan persoonlijk.